Tamara, het is hartstikke leuk voor de kinderen hier, hè? Ja, het is echt hartstikke leuk hier. Ja, ze hebben springkussens neergezet. Je kan de kinderen hier gewoon lekker kwijt en lekker wat bij de muziek gaan kijken. Of lekker wat drinken. Het is echt geweldig. En ze hebben ook een speciale leuke band voor de jeugd neergezet, hè? Een soort woeste band, hè? Ja, dat klopt. Ze hebben hier vikingen rondlopen. Ze draaien hele leuke muziek. Prinsessen op, ja, hoge benen. Het is echt voor die kinderen helemaal te gek, ja. Ja. En wat ga je vanavond doen? Nou, vanavond hebben we lekker oppas voor de kinderen. En dan gaan wij hier lekker naar de muziek luisteren. En een beetje drinken. En we maken er gewoon één groot Schiedams feest van. Helemaal voor het 20-jarige bestaan van de Maasboulevard. Ja. Bij Raaf. Je hebt een heel bijzonder bandje, ook een hele mooie kar eromheen gebouwd. En wat is het voor band, wat is het voor bedrijf, wat is het voor muziek? Nou, we zijn straattheatermensen, dus we dachten, we maken er eens even een grote show van. We denken, we bouwen even een vrachtwagen, een theatertruc, schoot ons in ons hoofd. Dat is het helemaal, dachten wij. Als band willen ze ons niet hebben, dus we denken, we nemen ons eigen podium mee en dan komen we in het hele land aan de bak. Uit welke streek kom je, Raaf? Nou, kun je het toch wel horen of niet dat wij uit de Achterhoek komen? Oké, uit de Achterhoek. Dat is het landsdeel waar ze veel bier drinken. Nou, op z'n tijd veel bier drinken moet kunnen. Je hard werkt, mag je ook best een biertje drinken. Met name de jeugd, de kinderen vinden dit leuk, hè? Op een of andere manier vinden ze de nostalgische waarden van vroeger leuk. En het gemeurtelijke wat wij bij ons hebben. Ja. Is het Germaans, kan ik dat zo zeggen? Het is in ieder geval van voor de godsdiensten wie nu de wereld bestieren. Is het ook je levenswijze, Raaf? Ja, dacht ik wel. Ja. Dacht het wel. We wonen lekker in een houten hutje in het bos in de Achterhoek. Zelf gebouwd. Het bedrijf ging er bijna aan onderdoor. Maar ik denk, ich will dir ein Schloss, heb ik tegen mijn vrouw gezegd. Dat is wat het moest worden. Ja. Hoe lang draai je al met deze kar en deze band? Die was eigenlijk in de verkoop gegaan begin dit jaar, nadat we de theatertruc hadden bedacht. En Schiedam Maasboulevard was het eerste festival wat toehapte. Toen zijn we als een razende gaan bouwen. En de ruïne heeft al wel gestalte gekregen, maar... Razende Raaf! De Razende Raaf, rockshow. Nee, maar Raaf, het ziet er leuk uit. Die mannen en dames op Stelten, zijn dat ook van jouw bedrijf? Die zijn allemaal van Raven. Ja. De Raven, de Waltzen Raven. Ja. En dan verdien je je geld mee om je hutje weer verder mee op te bouwen? Zo is dat. Okay. Voor om een gezinnetje te bestieren. Ja. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel mensen wie
wie lekker meewerken, wie daar ergens zin hebben om dat te bouwen en te maken. De nostalgie is weer terug, Raaf. Ik wens jou succes met je bedrijf en je hutje op het bos, hè? In het bos, ja. Okay. Is het leuk om met Raaf in het bos te wonen? Nou, soms wel. Nee, maar wij hebben 3 jongens en dat is lekker raafjes. Ja. Wat doe jij in het bos, Ravotta, met Raaf? Spelen en in de bomen klimmen. Okay. Dus dan kan je net zo'n hut als je vader gaan bouwen straks. Ja. Bij Sue, je bent een veelzijdigere dame, want ik heb je gisteravond in een hele andere bezetting zien spelen dan vandaag. Dat klopt. Ik hou van veel verschillende stijlen muziek. Mijn basis is jaren 50 en dat is eigenlijk ook al heel breed. Van jazzy, nightclub muziek tot rockabilly. Okay. En daar hebben we vandaag ook een beetje een leuke variatie van weten te brengen. Dus een beetje jaren 50 vandaag. Gisteren 30e jaren met de Big Band. Wat heb je nog meer in huis met andere bezettingen? Jazz trio. Echt rockabilly. ja, ik werk aan allerlei verschillende projecten eigenlijk. Vandaar dat ik denk ook wel dat het bijna moet dan om verschillende stijlen te doen. En meer multi-inzetbaar te zijn eigenlijk. Wat dat betreft. Succes daarmee! Nou, dankjewel. Het was leuk hier te zijn. I don't care if you can't see it, it's real, I can't feel it.
Down, 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 down
Slaat mijn hart weer over. Toen kwam die dag
René, wat een leven heb jij toch? Met al die vrouwen voor je neus. Ja, ik weet zelf ook niet wat ik de laatste tijd meemaak. Dus we zijn erg groeiende, moet ik zeggen. En het is erg leuk om te doen. En altijd hetzelfde, hè? Al die mensen zijn maar enthousiasten. Maar schrijf jij je eigen liederen zelf? Ik schrijf de meeste liedjes zelf. Ik schrijf 70-80% van mijn liedjes schrijf ik zelf. Ik zit één keer in de 14 dagen zit ik in de studio bij mijn producer en dan proberen we weer iets te creëren. En, het is natuurlijk best moeilijk. De trein, dat is onze stoomboot. Dat is toch niet Sinterklaas, hoop ik, hè? Dat zou best kunnen. Vroeg. Nee, we proberen elke woensdag om de week een liedje te schrijven. En dat gaat me toch de laatste tijd goed af, moet ik zeggen. Ik heb al best wel hitjes gehad, Late Zon in je Hart. Als ik haar zie, hele ho, buldert ook iedereen mee. En het gaat goed zo. Heb je ook Engels gezongen of altijd Nederlands? Ik ben eigenlijk begonnen als imitator. Ik imiteerde Marco Bussato, Tom Jones, Vroeger, noem maar op. Helemaal in het begin. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik toch een eigen identiteit wou creëren. En toen heb ik voor mezelf een conceptje verzonnen. Dat is het conceptje wat ik nu op het moment doe. Dus vrolijke Nederlandstalige muziek. En ze zijn zo blij als jij handtekeningen uitdeelt, hè? Dan dat is het summum. Ja, ik denk dat de handtekeningssessie net zo lang geduurd heeft als mijn optreden. Dik een half uur. En iedereen wil op het moment een fotokaart. En in 2006 heb ik het een keer bijgehouden. Dan heb ik 36.000 fotokaarten gesigneerd. Maar ik ben ermee gestopt om het bij te houden, want het wordt steeds meer en meer. En dat is hartstikke leuk. Heb je de luisteraar? Hoi, hoi! René, je hangt in alle slaapkamers boven de bedden, hoor. Ja, is dat zo? Ja, misschien wel op zolder bij de muizen, maar dat maakt niet uit als je maar ergens hangt. Ja, geef nog even een nachtzoentje naar de dames in de lens. Welterusten, meiden.